met verschillende spellen. Ze zijn nieuwsgierig naar hoe het werkt. Wanneer ze de materialen niet helemaal goed begrijpen of het spel al een paar keer gedaan hebben, wordt de motivatie minder en kiezen ze al snel een ander spel om mee te spelen. De vraag is, in hoeverre sluiten de materialen binnen het onderwijs aan bij het leren van jonge kinderen? En hoe ga je flexibel om met de inzet van deze prachtige materialen? Jonge kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. Door te spelen in een rijke speelleeromgeving met uitdagende materialen vindt leren plaats. Maria Montessori gaf aan dat het kind zijn omgeving absorbeert. Vind ik zo mooi? En verinnerlijkt in een continu proces van ontwikkeling. De materialen nodigen kinderen uit tot concentratie en herhaling om het nog beter te bekijken en te onderzoeken. De reis van concreet naar abstract maken kinderen voortdurend tijdens het leren. In eerste instantie leren kinderen in een concrete situatie met concrete materialen. Het kind kan het vastpakken en bekijken van alle kanten. Ruiken, zintuigen gebruiken. Jonge kinderen spelen graag met vormen, verschillende soorten vormen. Friedrich Froebel gaf hierbij aan dat hoe meer kinderen met vormen spelen, dus hoe meer ze er concreet mee aan de slag gaan, voelen en bekijken, hoe meer ze ervan ontdekken. Ja, dat kunnen natuurlijke vormen zijn of juist wat abstractere vormen. Ja. Wanneer kinderen allerlei ontdekkingen hebben gedaan, kunnen zij de overstap maken naar het steeds abstracter maken van die werkelijkheid. Dit sluit weer aan bij de distancing-theorie van Siegel, dat uitgaat van het leren in het hier en nu en naar de wereld buiten het hier en nu, buiten de vertrouwde omgeving van het kind. Dus in abstractere vormen. Jonge kinderen leren dus met hun zintuigen, we zeiden het al even. Ze voelen, ze kijken, ze luisteren ook, ruiken en proeven. Met hun handen pakken ze alles op en onderzoeken de materialen. Een rijke speelleeromgeving bestaat uit materialen die kinderen uitnodigen om er zelf mee aan het werk te gaan. Het ontdekken kan dan beginnen. En het leren en ontwikkelen is het gevolg daarvan. In een kort filmpje zie je zo een voorbeeld over het ontdekken en leren met echte bloemen. Bloemblad van de bloem ervaart het kind het materiaal. Ook voelt het kind dat de bloem heel licht is en lekker ruikt. De geur. Deze ruikt anders. Oh ja. En hier zitten ook nog stekels aan. Deze valt wel mee, maar ik zag hier net een roos met echte doornen. En ik heb helemaal niets, geen blad, geen stekels, niets. Nee. Verschillende bloemen zien er anders uit. De vormen verschillen en de kleuren lijken een beetje op elkaar, maar toch ook weer niet. En ze zijn echt anders. Nu ontstaat er een leerervaring bij kinderen op het gebied van rekenen. Het kind gaat de bloemen sorteren op kleur of op een ander kenmerk. Op één kenmerk sorteren, bijvoorbeeld de kleur. Oh ja, ik heb roze bloemen bij elkaar. Roze bij elkaar, ja. Ik heb hier nog één. Oh ja. Nog een roze. Of het kind legt de bloemen van groot naar klein. Hebben we verschil hier? Ik denk dat het zo wel klopt. Ja. Deze is echt heel lang. Zie je dat? Van groot naar klein. Ook weer een leerervaring op het gebied van rekenen. Waarbij je kijkt naar één kenmerk. Van groot naar klein in dit geval.
Dus de volgorde van groot naar klein. Kinderen leren hierdoor een serie te maken door goed te kijken naar de bloemen en ze met elkaar te vergelijken. Ja, dat zie je in het volgende filmpje. Nu gaan we de echte bloemen verbinden aan die abstracte puzzel. Dat doen we bijvoorbeeld door een koppeling te maken van concrete ervaringen van het kind met die echte bloem. Dus jij hebt nu oranje, de oranje bloem gekozen. En dan zoeken we het oranje stukje. Dus we sorteren eigenlijk weer op kleur, één kenmerk. Ja. En dat is de groen. Lichtgroen. En die past, even kijken. Ja, past eigenlijk hier het beste bij. Ja. Dus hier zie je ook weer de koppeling tussen de echte wereld, het concrete en de puzzel. En deze mooie gele past natuurlijk bij geel. Ja, dan moeten we ook nog even deze. Of zal het die andere zijn? Dezelfde kleur. Dezelfde kleur. Het gaat hier dus om rekenactiviteiten. Sorteren en het maken van een serie. En kleuren kennen. Kleuren kennen. Nou, bijvoorbeeld wat je daarna kunt doen, is dat kinderen de bloem of één van de bloemen kunnen gaan tekenen of schilderen. Dat is heel mooi om de concrete leerervaring en creativiteit in te zetten om het nog beter te begrijpen. We laten de echte bloemen dan natuurlijk wel staan bij het kind, want je kan uiteraard tijdens het schilderen nog even kijken hoe het ook weer zat. Want deze bloemblaadjes die zien er echt heel anders uit dan deze. Dit geeft ondersteuning aan het schilderen en de kinderen kunnen het nog eventjes weer voelen. Onderwijskundig ontwikkelde materialen nodigen kinderen echt uit om te ontdekken en te leren. Wat we net gedaan hebben eigenlijk met de bloemen en de puzzel. Maar de begeleiding van de volwassenen is daarbij wel van essentieel belang. Observeren door goed te kijken naar de handelingen van het kind en te reageren door in gesprek te gaan met het kind of nieuwe materialen aan te bieden. Hierbij kan het kind de volgende stap in zijn ontwikkeling maken. De volwassene is in staat om de materialen op een flexibele manier in te zetten. Creativiteit, kennis van de ontwikkeling van kinderen en didactische vaardigheden en een beetje lef zijn daarbij wel noodzakelijk van die volwassenen. We nodigen jou uit om hiermee aan de slag te gaan. Veel plezier, succes!